Je kunt toch niet geloofwaardig zeggen, na 19 jaar, dit soort teksten, na een verkiezingsprogramma waar het extremisme van afdruipt, kun je toch niet met goed fatsoen zeggen dat je opeens een andere Wilders bent geworden. Net zoals in een sprookje, hè? Dat lijkt wel of we in de Efteling zijn. Er zit een lieve tovervee en die zegt, meneer Wilders, verandert u nou eens een keer in een mooi en een goed aardige mens. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Er is één grote winnaar. De PVV. En die zijn de grootste geworden. En dat is daarmee ook gezegd. En als je daarmee denkt dat de grootste ook automatisch in het kabinet terecht moet komen, dan weet je weinig van de Nederlandse politiek, want dat is niet zo. Nee, dat is waar. Dat is die politiek waar jullie altijd alleen maar verstand van hebben en waar de andere mensen altijd Nee, nee, dat is gewoon een feit. Dat zijn even de feitjes, hoe het zit. Oh, okay. Het is een misverstand, omdat je wekt de indruk dat je zegt, het is de grootste partij. Maar in Nederland worden kabinetten geformeerd op basis van een meerderheid. Dat is waar. Maar is het niet zo dat het dat je uiteindelijk, je probeert dus uiteindelijk te kijken naar partijen die het met elkaar eens kunnen worden. En daar zit heel dikwijls ook de winnaar of de grootste partij bij. Mm-hmm. Maar heel dikwijls ook niet. Ik heb zelf meegemaakt in 1982, toen ik fractievoorzitter was, en in 1986, dat de grootste partij, dat was toen de PvdA, dat die ook niet tot het kabinet toetrad. Het ging al om andere zetelaantallen, want volgens mij hadden jullie toen ook 34 of 36 zetels. Wat, hadden we 36 zetels. En dan ben je niet de grootste op dat moment. CDA had er 45 en de PvdA had er 47. De PvdA was de grootste partij en kwam toch niet in het kabinet. Nog sterker, de verkiezingen die Den Uyl destijds heeft gewonnen als premier, toen was hij ook de grootste partij, maar uiteindelijk kwam er een kabinet CDA-VVD. Ja. Kortom, het is dus niet altijd gezegd dat de grootste partij. Dat waren andere tijden. We kunnen natuurlijk weer teruggaan in de tijd, Ed. Ik blijf toch gewoon net, Ed, zeggen. Ik heb dan neiging om meneer Nijpels te gaan zeggen. Net zo vooral niet doen. Ik weet niet, maar dan maakt het wat filijner allemaal. Maar Ed, dat waren andere tijden. Ik bedoel, je kunt nu ook kijken naar, het is zo versplinterd, het is zo veranderd, het landschap. Als dat in zo'n versplinterd landschap een partij zoveel zetels haalt, dan zegt dat toch wel wat. Ja, natuurlijk zegt dat wel wat. Want zeg nou ook dat die partij een buitengewoon goede campagne heeft gevoerd. En ik denk dat 4500 euro uitgegeven. Dat is heel wat anders dan de VVD gedaan. We kunnen vaststellen dat Wilders die heeft de verkiezingen met name gewonnen bij een aantal tv-debatten. Ja? Dat was die glorieuze winnaar. Dus wat dat betreft is het een vakman. En nog steeds betekent dat hij 37 zetels heeft. Punt. Ja, maar het signaal wat daarmee afgegeven wordt, ja, dat moet je toch op een keer. Kijk, jij blijft maar in die oude politiek hangen. Van ja, dan weet je niet hoe de politiek werkt. Vroeger was het ook wel eens zo. Maar dat waren andere tijden. Nee, het zijn nieuwe tijden. Het heeft niks te maken met andere politiek. Het heeft te maken met de werkelijkheid in getallen. Namelijk dat Wilders behoorlijk veel heeft gewonnen. En dat hij nu 37 zetels heeft. Dat betekent dat er 113 zetels naar andere partijen zijn gegaan. Ja. En die andere partijen die hebben evenveel recht van spreken. Het is niet zo. Ja, maar het is niet zo, hè, als je de Tweede Kamer nu bekijkt. En een partij heeft 10 zetels gewonnen. Een ander heeft er verloren tot de zetel winst. Dat er verschil zit tussen die zetels. De zetels zijn allemaal, als de Kamer is gekozen, zijn die zetels allemaal evenveel waard. En uiteindelijk is het de meerderheid van partijen die het wel of niet met elkaar eens wordt. En daar kan Wilders bij zitten. Daar ben ik dus geen voorstander van. Nee, of hij kan er niet bij zitten. Ja, en waar komt die weerslag of die weerstand eigenlijk vandaan tegen Wilders? Wat is dat? Nou, omdat hij kort samengevat, zijn houding de afgelopen 17 jaar dat hij in de politiek zat, de beledigingen, nep-parlementen, aanvallen ten opzichte van de rechtelijke macht, zijn rechtsstatelijke opvattingen, et cetera. Maar daarbovenop ook nog zijn verkiezingsprogramma. Nou, ik weet niet of jij zijn verkiezingsprogramma was. Ik heb alles moeten lezen. Ik moest ook zo'n debat leiden. Ja, precies. Ja. Dan heb je 45 bladzijden kunnen lezen en dan heb je kunnen zien dat er bijna geen enkele bladzijde is waar of iets staat wat niet deugt, of wat rechtsstatelijk niet kan, of wat belachelijk is. Eigenlijk in een variatie van dien. Dus je kunt niet met, als jij het goed hebt gelezen, dan kun je niet met droge ogen beweren dat dat een normaal, redelijk verkiezingsprogramma is. En waarom stemmen er dan 37 mensen? Althans, dat leidt tot 37 zetels. Ja, omdat hij weet. Goed, beter. Omdat hij, ja, precies, omdat hij weet. Er is natuurlijk onrust in het land. Ja, enorm. En de mensen zijn ontevreden geraakt door allerlei gebeurtenissen, verreerd van Groningen, tot en met die toeslagenaffaire. Dat betekent, die onvrede heeft Wilders perfect weten te kanaliseren. En dat is ook knap. Dus je zult mij nooit horen zeggen dat Wilders geen knappe politicus is. Alleen wel een knappe politicus. Wel een knappe politicus met heel veel verwerpelijke opvattingen. Ja. Maar dan kom je met een kabinet aan. Ik las dus dat je zei D66 moet mee kunnen doen. Nee. Daar moet je wel mee praten. Nee, wat ik heb gezegd is, als straks, stel dat de formatie met Wilders dat die kapot gaat, dat niet lukt, dat lijkt het nu al, dan zul je naar andere mogelijkheden moeten kijken. En er zijn ook nog andere meerderheden te maken. En je zult dus
voordat je tot de conclusie komt dat niks meer kan in dit land, zul je de eerste alle andere mogelijkheden moeten afwerken. Zo is het altijd gegaan, zo zal het nu ook weer gaan. Dus dat betekent het wordt niet tijd voor nieuwe politiek, dat is eigenlijk wat je zegt. Het wordt niet tijd om het eens anders te doen. Nee, tijd voor nieuwe politiek. Maar het is toch redelijk rechtsgeoriënteerd, deze uitslag? Weet je wat tijd voor nieuwe politiek betekent? Dat men leert, en de coalitiepartijen, maar ook de partijen die niet in de coalitie zaten, dat er in de afgelopen 13 jaar heel veel mis is gegaan, verkeerd is aangepakt. Dus mijn partij heeft daar mede ook een aandeel in gehad. Mm-hmm. Nou, die les moet iedereen leren, maar dat gaat voor alle politieke partijen. Die wilden bij 27 zetels nog gewoon de premier leveren en bij 24 zetels zeggen, we moeten nu even onze conclusie trekken. En we moeten... Ik vind dat wij altijd de premier moeten leveren, maar gebruik is wel in dit land dat de partij die het grootste is, dat die de premier levert. En we zijn bij lange na niet de grootste. Dus dat betekent dat we ook in de onwaarschijnlijkheid niet de premier leveren. Overigens is dat ook weer met de kanttekening. Want het is ook niet altijd zo dat de grootste partij de premier levert. Het kan ook een kleinere partij zijn. Ook dat is in de politieke geschiedenis regelmatig gebeurd. Ja, maar nog even naar dat rechtse geluid. Want als je die uitslagen ziet, BBB is nou ook niet erg links bijvoorbeeld. NSC zit heel veel CDA in. Is ook redelijk rechts van het midden. VVD is er ook rechts. PVV is zeker rechts. VVD is rechts, VVD is midden. En misschien kunnen alles is midden op een gegeven moment geworden. Nee, maar goed, die drie partijen noem je ook. En die drie partijen die zouden wat mij betreft ook heel goed met elkaar kunnen praten voor een nieuw kabinet. Een minderheidskabinet. Dus waar het om gaat, is dat ik vind dat je als partij, als liberale partij, dat je op basis van wat Wilders de afgelopen 10 jaar, 20 jaar heeft gedaan, op basis van wat er in zijn programma staat, discrimineren van mensen. Nou, zij zegt, ik ga zwart anders maken van mensen. Ja? Hij gaat zich anders opstellen, zegt hij. Die gaan de koek. Ja, dit soort teksten na een verkiezingsprogramma waar het extremisme van afdruipt, kun je toch niet met goed fatsoen zeggen dat je opeens een andere Wilders bent geworden. Net zoals in een sprookje, het lijkt wel of we in de Efteling zijn. Er zit een lieve tovervee en die zegt, meneer Wilders, verandert u nou eens een keer in een mooi en een goed aardige mens. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Nee, dat zou kunnen, maar misschien ook weer wel natuurlijk. Nee, het zou niet kunnen, want je weet, sprookjes bestaan niet. En daarvoor ga je naar de sprookjes toe, bos toe met je kinderen, om ze naar de hand te vertellen dat het niet echt bestaat. Oké, hij is eigenlijk een beetje de wolf van Roodkapje. Op een gegeven moment. Nee, hij is niet de wolf. Hij is gewoon. Hij verkleedt even een tijdje. Nee, maar je moet ook redelijk zijn. Want ik ben ook tegenover Wilders buitengewoon redelijk. Wilders heeft een fantastische overwinning behaald. Dat is een knappe prestatie. Ja, hij probeert nu in een kabinet te komen. En hij zal daar van alles en nog wat voor uithalen om maar in een kabinet te komen. Maar geef één klein voorbeeldje. Vanochtend heeft hij weer een tweet geplaatst. Over opzicht. Ja, gesprek. Nee, niet alleen over het gesprek. Maar hij heeft gezegd, niet uit dat gesprek, maar hij heeft gewoon gezegd, een gluiperige katholiek. Ja. Ja, zie, als je nou gisteren hebt gesproken met iemand en je wil met iemand kabinet maken en je zegt vervolgens nog eens recht in zijn gezicht, maar via internet of via een tweet, een gluiperige katholiek. Hij dacht een katholieke gluiper, toch? Exact hetzelfde. Ja. Exact hetzelfde. Maar als je dat dan toch zegt, dan kun je toch niet verwachten. Als ik Omtzigt was, dan zou ik zeggen, meneer Wilders, als ik de eerste volgende keer bij u kom, wil ik eerst even dat u dat woord terugneemt, gluiperd. Want je gaat toch niet met iemand aan de tafel zitten die jou een katholieke gluiperd noemt. Dat is toch onfatsoenlijk?